Goeiedag. Ja, Sinterklaas had het gisteren wel eventjes moeilijk natuurlijk door de storm die over Nederland trok. Met name de noordelijke helft van het land had daar last van. Inmiddels brede opklaringen en ja, de zon die gaan we toch echt wel wat vaker zien deze dagen. Natuurlijk niet s'nachts, maar dan zijn er brede opklaringen en afgelopen nacht was dat hier en daar ook al het geval. En dat betekent ook dat er weer ruiten gekrapt moeten gaan worden. Ja, het lage drukgebied dat voor de wind zorgde, de storm, die is inmiddels naar het oosten weggetrokken. We zien dat hier en wij hebben inmiddels te maken met een noordwestelijke stroming. Maar veel belangrijker is het hoge drukgebied dat ook steeds meer onze kant op komt. En daar gaan we dan ook de komende dagen van profiteren. We zien wel dat dat hoge drukgebied geleidelijk aan verder wegtrekt naar het oosten. In de loop van het weekeinde gaat dan wel weer langzaam maar zeker de bewolking toenemen. En volgende week ziet het er dan weer een stuk wisselvalliger uit. Maar voor het zover is, denk ik dat we echt wel wat zonnige uurtjes gaan krijgen in Nederland. Nou, vanavond ook die brede opklaringen en in de nacht is dat ook het geval. Er zijn wel wat wolkenvelden, maar evengoed kan de temperatuur flink onderuit gaan kan zelfs hier en daar een graadje gaan vriezen. En er kunnen ook wat mistbanken tot ontwikkeling gaan komen. Ik verwacht eigenlijk niet dat er grootschalig mist gaat ontstaan. Die mistbanken die verdwijnen dan vrij snel morgenochtend... en dan wordt het een mooie dag met zonnige perioden. Een zwakke tot matige zuidoostenwind zal er staan... en de temperatuur die loopt op naar zo'n 6 tot 8 graden. En dat is ja, vrij normaal voor deze tijd. Van het jaar 6 graden is misschien net nog een tikkeltje fris. En de komende dagen hebben we dus echt wel wat meer ruimte voor de zon en dat zien we dan ook terug in deze grafiek, veel geel. Dat betekent dat tot en met zondag de zon echt wel goed van de partij zal zijn. In de loop van zondag wel steeds meer hoge bewolking. En de dagen erna, ja, dan ziet het er allemaal weer wat wisselvalliger uit. Dan komen er toch ook wel weer wolkenvelden voorbij. We hebben dat als volgt vertaald: de temperatuur 6-7 graden op zaterdag en zondag. In de nacht rond het vriespunt. Maar vanaf zondag gaat de bewolking toenemen. Dat betekent dat de nachten minder koud worden. Maar dat het weerbeeld dan ook duidelijk weer wat wisselvalliger gaat worden. Ook woensdag kan er af en toe een bui vallen. Nog een fijne dag.